Voor jou zijn die schilderijen oude plaatjes. Dat zeg je niks, omdat je je er niet in verdiept. Wist je dat veel van die grote meesters die hier hangen in hun tijd helemaal niet zo populair waren? Integendeel zo. De Rembrandt bijvoorbeeld. Nu komen er elk jaar miljoenen mensen naar zijn werk kijken, maar toen... Hij is wel succesvol geweest, maar uiteindelijk is hij straatarm gestorven. En eenzaam. Nou, lullig voor hem. Weet je, soms als ik een rotdag heb, dan kan ik echt getroost worden door een schilderij. Ja, dat klinkt misschien vreemd voor je. Maar als je je ervoor openstelt, kan jij het ook. Elk schilderij heeft een verhaal. En het fascinerende is dat je elke keer als je ernaar kijkt weer iets nieuws ontdekt. Die stillevens, dat vond je helemaal niks. Dat is helemaal niet erg. Je hoeft niet alles mooi te vinden. Maar ik weet zeker dat er schilderijen bestaan waardoor jij geraakt wordt. Nee. Je hebt een fout gemaakt. Maar je hebt je vrienden laten zien dat het je spijt. En je hebt een heel mooi gebaar gemaakt om dat geld op te halen. Dus ik denk dat het wel goed komt. Zullen we verder gaan? Ik heb geen zin om hier de hele dag rond te lopen.